Dames en heren, welkom bij de raadsvergadering die ik hiermee open. In de afgelopen weken hebben de fractievoorzitters volgens mij een raadsagenda, gezamenlijke raadsagenda opgesteld. Waarin voor een aantal onderwerpen inhoudelijk of procesmatig wordt aangegeven hoe de raad in zijn geheel daar in de komende periode mee om wensen gaan. Of op zijn minst over wensen spreken. En ik heb begrepen dat hij de titel heeft Kleurrijke Kubus. Meneer Raammaker van Gemeentebelangen, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Nou, Gemeentebelangen heeft na de verkiezingen de gezamenlijke gesprekken gestart met alle 6 partijen met een zetel. En daarbij is ook aan de orde gekomen dus weer het initiatief voor een gezamenlijk raadsdocument. Ik kan u zeggen, het is uitgemond in een gezamenlijke raadsagenda. Een waardevol document voor de komende 4 jaren, 2018-2022. En de burgemeester zei het al met de titel Kleurrijke Kubus. En het staat voor ons als een symbool van de gezamenlijkheid, de verscheidenheid van 6 partijen en ook de 6 vlakken geven die partijen weer. Alle 6 partijen hebben volop inbreng gehad en zetten vanavond de gezamenlijke handtekening. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is de kracht voor onze raad hier in Dallassen. En de onderwerpen zijn burgerparticipatie, duurzaamheid, transformatie sociale domein, armoede, de omgevingswet, de woonvisie en de verkeersveiligheid. En dit zal ook tevens de basis worden voor ons coalitieakkoord. Ik dank iedereen voor de gezamenlijkheid en voor de totstandkoming van deze raadsagenda. Het is een goede stap in de richting voor de komende periode. En ik wil graag de raadsvoorzitter het eerste exemplaar overhandigen. Morgen heb ik begrepen van Joost krijgt de pers ook een exemplaar. Dus maar ik wil het eerste exemplaar graag overhandigen. Ik begrijp dat het document, ik moet het nog lezen, ik weet niet wat erin staat. Ik zou natuurlijk nu iets geweldigs kunnen zeggen, maar ik weet gewoon niet wat erin staat. En hij wordt behandeld in de raad van 28 mei, begrijp ik. Ik had wel even het beeld bij die kubus, dat bij een kubus is het wel heel erg belangrijk hoe je er zeg maar in staat. Want als je allemaal zeg maar met je rug naar de kubus staat, dan kijk je alle 6 een andere kant op. En dat lijkt me geen goed teken voor de komende 4 jaar. Maar als je je omdraait, kijk je naar z'n allen naar het midden. En dan weliswaar vanuit een ander perspectief, maar je kijkt allemaal naar dezelfde kant toe, naar het midden van die kubus. Ik hoop dat het een beetje daarop lijkt. In ieder geval dank en ik wens jullie veel wijsheid verder. En ik ga hem lezen met heel veel belangstelling. Dank u wel, meneer Raammaker. Dank u wel, leden van de raad. Volgens mij mag ik dan naar agenda punt 2 en dat is de beëdiging van het raadslid Schrijver. Het is zover, meneer Schrijver. Komt u naar mij toe aan het katheder? En ik hoop dat u zo goed kunt kijken dat u de weg weet te vinden. Ja. Dank u wel, meneer Schrijver. Ik lees hem voor en dan is het fijn als u afsluit met dat verklaren, beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. En ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Welkom in ons midden. Het is fijn dat u er bent. Jammer dat het een maand later was, maar u heeft nog niks gemist. Dit is de eerste echte raadsvergadering. Dus u kunt komen. Dames en heren, ik schors de vergadering echt voor 1 minuut, zodat de heer Schrijver door zijn naasten gekust kan worden. En daarna gaan we gewoon weer verder. Is dat goed? 1 minuut. En alleen maar voor zijn naasten. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Ik heropen de vergadering. Ga naar agenda punt 3, spreekrecht van burgers. We hebben 2 burgers die willen inspreken. De eerste is de heer Radstaken over het samenwerken met de gemeente omtrent de plannen van het levende dorp. Meneer Radstaken, mag ik u uitnodigen? U weet hoe het werkt, u moet op een knopje drukken en dan moet u zich aan de tijd houden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dankjewel voor deze ruimte. Mijn naam is Bob Radstaken. Ik sta hier als woordvoerder van Stichting Het Levende Dorp. En
Ik geloof dat onze plannen aardig duidelijk zijn over wat wij zouden willen. We zijn nu hier 7 jaar geleden in Dalfsen gekomen. En in die tijd hebben we meermalig contact gehad met de gemeente over verschillende zaken. En in de eerste instantie werd ons gezegd van, goh, u bent nieuw hier, laat maar eens zien wie jullie zijn en wat jullie kunnen, wat jullie doen. Dat hebben we vervolgens ook aardig naar mijns inziens gedaan. We hebben een meewerkplaats opgericht. Het festival is daaruit voortgekomen waar we leuke reacties op krijgen van iedereen. En nu zitten we, we hebben natuurlijk de bewoning in het bosje waar we tegenaan lopen nu. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Het is ook volgens de wetten, volgens de regels hoe het allemaal gaat. Het is wel zo dat voor ons is het in de afgelopen jaren, we hebben natuurlijk eigenlijk in principe 1 droom die meerdere stappen in zich heeft. Waaronder de meewerkplaatsen en het Levende Dorp Festival. En waar wij tegenaan zijn gelopen is dat het ene project wat wij willen verkondigen en behelzen, valt eigenlijk uit elkaar in allerlei verschillende afdelingen binnen de gemeente. En hebben we daardoor met best wel veel mensen die eigenlijk uiteindelijk allemaal een ja zouden moeten geven, willen wij hier verder kunnen met wat wij willen. Dat is een stuk waar wij graag veranderingen zouden zien. Dat er onderling, de afdelingen onderling met elkaar beter op de hoogte zijn. En dat er wat een proactieve houding vanuit de gemeente ook naar projecten zoals wat, niet alleen ons project, maar projecten zoals wat wij voor staan, ook komt. Niet alleen voor Dalfsen, maar eigenlijk landbreed. Aan de ene kant wordt er natuurlijk heel erg opgeroepen voor initiatief, burgerinitiatief van onderaf. Alleen de wet zoals die nu staat is daar nog niet op ingericht. Het is zodra je een burgerinitiatief doet wat buiten de kaders valt, dan loop je toch echt wel heel hard tegen de wet aan zoals die staat. En die wil gehandhaafd worden, dus daar vragen wij wat ruimte in. Wat wij eigenlijk willen verkondigen is het Levende Dorp als project waar we naartoe willen, is een stuk land van 20 hectare. En daarvoor, we hebben daar in principe de ruimte voor, we kunnen dat ook zelf aanschaffen, we hebben daar met de stichting alle mogelijkheden toe. Het enige wat wij nodig hebben is een duidelijk, concreet besluit van de gemeente om te weten waar wij staan. Want op dit moment kan ik geen land aankopen omdat ik niet weet hoe het dan verder gaat, of ik daar wel mag bouwen, of we daar het project wel mogen doen. Ik heb ook al meerdere malen in de afgelopen 6 jaar aangegeven dat ik daar graag ook met de raad in gesprek zou willen over een ja of een nee. Hoe kunnen we werkelijk tot een concreet standpunt komen dat wij weten waar we staan, dat ook Dalfsen weet waar ze aan toe zijn, om samen verder te kunnen. Wij willen heel graag, Dalfsen bevalt me echt heel goed, ik word hier hartelijk onthaald door de bezoekers en of door de bewoners. En ik voel me ook echt wel thuis hier. Het is voor het project echter wel zo dat we daar nu echt duidelijkheid over moeten krijgen. We gaan nu ons huis uit per 1 juli, dat is zo geregeld. En wij nemen daar de ruimte voor om een volgende stap te nemen. Dus wij gaan nu een pelgrimstocht houden om het ook naast Dalfsen aan andere gemeentes voor te leggen nu. Het stuk van wij willen graag ons project verder trekken. En daarvoor hebben we echt steun nodig van een gemeente die het ook echt zou moeten willen. Als een gemeente dit zou willen, dan zijn er wegen mogelijk. Dan kunnen we dit waarmaken. Als de gemeente daarentegen zegt van nou ja, het is een mooi project, maar het is niet voor ons, is dat ook oké. Maar dan willen we daar ook graag duidelijkheid over hebben, zodat wij ook stappen kunnen maken. Op dit moment stagneert het verhaal een beetje op het ons enthousiasme wat we echt graag willen en de lichtelijke starheid van de wet zoals die is. En ik hoop dat daar naar gekeken wil worden en naar geluisterd mag worden. Ik zou heel graag een toelichting geven aan mensen die dit in hun portefeuille hebben. Ik hoop dat we echt ergens naartoe kunnen gaan met z'n allen. Voor Dalfsen, voor een gemeente waar dit zou mogen, zouden wij echt ontzettend, we hebben een gigantisch netwerk, we hebben heel veel te bieden, we hebben heel veel nieuwe technologieën in ons netwerk. Wij zouden doelstellingen die voor 2030 gezet zijn, echt waar kunnen maken. Waar reguliere bedrijven vaak blijven hangen in zonnepanelen en goede isolatie, kunnen wij echt een heel stuk verder gaan dan dat. En ik hoop dat daar naar gekeken wil worden en dat het serieus genomen wordt ook. We zijn echt ver, we kunnen het, we zijn er klaar voor en wij willen graag gaan. Dankjewel. Dankjewel, meneer Randstaken. Ik kijk even rond naar de leden van de raad of iemand. Ja, meneer Broeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, heel de pleidooi, meneer Radstaak, wat mij betreft. Ik wil ook gelijk graag van de gelegenheid gebruik maken om u uit te nodigen om eens bij de fractie langs te komen. Ik denk dat het sowieso slim is om eens een keer met de fracties individueel in gesprek te gaan. Dan kunt u wat uitgebreider en dan kunnen we ook beelden wisselen, denk ik. Ik denk dat het wat handiger is dan hier. Ik heb eigenlijk één vraag. U omschrijft vooral het probleem van het gebrek aan integraliteit binnen het gemeentehuis. Laat ik het even zo omschrijven. Wat heeft u nodig van ons als gemeenteraad? Wat zouden wij daarin kunnen betekenen? Heeft u daar een beeld bij? Ja, vooral een overleg. Kijk, het is nu zo dat als ik iets wil bouwen, kom ik bij afdeling bouwen. Als ik daar permanent wil wonen, kom ik bij een andere afdeling. Hoe we met onze dochter omgaan, is weer een andere afdeling. Eigenlijk alle aspecten van het leven in het dorp, wat voor mij één project is, komt in verschillende afdelingen terecht. En ik heb nu gemerkt dat sommige afdelingen worden heel enthousiast. Ik heb bijvoorbeeld één keer gehad dat ik in dezelfde week 10.000 euro dwangsom kreeg voor iets wat ik gebouwd had wat niet mocht. En ook in dezelfde week uitgenodigd werd als brainstormer voor het EU-project Lost Leader, omdat ze geen mensen die out of the box kunnen denken konden vinden. Nou, dat stukje, dat samenpakken. Dus dat wij als levende dorp een aanspreekpunt of clubje krijgen binnen de gemeente waarmee we dan, als we daar iets bespreken, dat het gelijk bij alle afdelingen die daarmee te maken hebben ook duidelijk is. En dat ze van elkaar ook weten van welke richting willen we als gemeente op. Willen we dit wel, willen we dit niet? En laten we ons daar dan naartoe richten. En nu is het per regeltje, per vakje, krijg ik wel een brief of een uitnodiging of een dwangsom. En dat is wel redelijk frustrerend. Ja, dus wat u eigenlijk volgens mij probeert te zeggen is dat zie het levende dorp als een project. En pak het integraal op. En maak één contactpersoon. Dat is uw vraag. Dat is eigenlijk zo'n beetje wat het is, ja. Oké, dank u wel. Ander nog? Mevrouw Schiphorst? Ja, dank u wel, meneer Radstaken. Begrijp ik nu goed? Ik heb uw pleidooi gehoord. Meneer Broeren vroeg u ook, u wilt graag één contactpersoon waarin u al uw vragen rondom het project Het Levende Dorp beantwoord zou willen zien. Begrijpt u ook dat er meerdere zaken zijn die los van elkaar door een gemeente beoordeeld moeten worden? En wij als gemeenteraad zien toe en kunnen ook kaders stellen, maar hebben ook te maken met wet en regelgeving. Ja, dat snap ik. Het is zo dat de zaken die wettelijk gescheiden zijn, zeg maar, zoals de bewoning in het bos, het festival en het dorp, snap ik dat dat wettelijk gescheiden is. Alleen voor ons is het bijvoorbeeld niet gescheiden. Als ik mijn huis uit moet, dan wordt het heel, en ik kom terecht in Limburg, omdat daar een plek is, dan wordt het heel lastig om hier een festival te gaan organiseren of een bedrijf te blijven draaien. Dus het feit dat het levende dorp hangt in principe vast aan een plek waar wij mogen zijn. En voor ons is het ook, als ik een bewoning zeg maar in Dalfsen, als dat niet mag op de manier waarop we zijn, en daar kan ook geen overleg over komen, dan is het voor mij ook heel lastig van hoe gaat dat dan straks als ik een agrarisch veld koop en daar wil bewoning komen. Als al een uitzondering op dit vlak lastig is, wettelijk gezien, en in meerdere stukjes valt, hoe gaat dat dan straks voor een levend dorp? Want dat zie ik dan voor me dat dat helemaal niet de regel is. Mevrouw Schiphorst, tot slot. Ja, nee, dank u wel voor uw beantwoording. En het is een hele lastige voor ons als gemeenteraad om hier wat van te vinden. Want er zijn verschillende aspecten waar wij ook mee moeten, waar wij een oordeel over mogen hebben. Dus wij nodigen u uit in de fractie om erover te hebben. Het project Het Levende Dorp, zoals u ziet in de volle omvang, is voor u, nou, uw levenswerk misschien wel. En dat zal dan toch op de een of andere manier een beetje ontrafeld moeten worden in de zaken van waar gaan wij over, waar gaan anderen over, waar gaat het college over. Anders kunnen wij het niet zien. En ik wil graag integraal behandelen, maar het lijkt me een hele lastige worden. Oké, mevrouw Schiphorst nodigt in ieder geval wel uit voor de fractie, net als de heer Broeren. Maar het lijkt haar ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Ik zie nog de heer Schrijver, ik zie de heer Velders. Ik wil er geen agendapunt van maken, heren. Dat is, want dan worden me echt te veel. Dus ik ga nu alle vragen in één keer verzamelen. Schrijver, Veldhuis, meneer Nijkamp ook, anderen nog? Nee? We beginnen met de heer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Meneer Radstaken, u spreekt over een project. En het beeld wat er een beetje overkomt is dat dat een project is wat je eenmalig zeg maar, een dergelijk dorp gaat ontwikkelen. Maar heeft het ook een permanent karakter? En misschien dat u daar iets, ja, dat hoeft niet nu helemaal uit de doeken gedaan te worden, maar misschien iets van een projectplan zou kunnen neerleggen.
dat we een beetje een beter beeld krijgen van wat u nou precies voorstaat. Tweede punt, van harte uitgenodigd om eens een keer juist dat ook toe te lichten in onze fractie. Dat is de derde uitnodiging die u binnen heeft. Ik ga naar de heer Veldhuis. Dan kunt u meteen een vierde uitnodiging bij zetten. Ik had dus precies dezelfde vraag als de heer Nijkamp had. Ik ben ook even op zoek naar iets van een plan. En ik denk, ja, het is misschien nog net iets te vroeg daarvoor, maar ik denk ook dat de omgevingswet hier een uitermate goede testcase voor zou kunnen zijn. Dus in die zin, wat mevrouw Schiphorst net aangeeft, ik denk dat je uiteindelijk met een omgevingswet hier, dit zou een heel mooi voorbeeld zijn om het op die manier op te kunnen pakken. Oké, ik ga aan de wethouder niet vragen om daar straks op te reageren. De heer Schrijver. Ik wist niet dat u vanavond ging inspreken, maar ik had al gelezen over uw project, zoals u dat noemt, en ook uw pelgrimstocht. En dat vond ik wel jammer dat het op die manier leek te eindigen. U bent kennelijk op zoek naar experimenteerruimte. En in het kader van de omgevingswet is de gemeente ook op zoek natuurlijk naar een andere manier van omgaan met de omgeving. Graag zou ik mij bij u uitnodigen om eens te komen kijken wat u aan het doen bent. Oké, dus dan heeft van harte welkom. Dan heeft u nu vier uitnodigingen en één iemand die zichzelf heeft uitgenodigd. En dit is de eerste inbreng van de heer Schrijver als raadslid. Kunt u nagaan, want ons nog te wachten staat. Ik zou u kort, eigenlijk is de essentie, heb je een plan? Ten eerste, het heeft een permanent karakter. Het is een dorp en dat wil ook met levende bomen misschien wel 100, misschien wel 1000 jaar groeien. Dus ja. En op dit moment hebben we een presentatieplan waarin grove lijnen uitgelegd worden van hoe we te werk gaan en wat we willen doen. Een concreet plan echter kan pas als wij een stuk grond hebben, omdat het echt gaat over landschapsinrichting en dat hele stuk. Dus het stukje eromheen van wat we voor ons zien, dat hebben we aardig op papier. Het concrete plan kunnen we pas vormgeven zodra we zicht hebben op land. En dus ook een gemeente die daar bereid is om een omgevingswet voor aanvoer te gebruiken. Meneer Radstaken, dank u wel. Ik ga naar de heer Oosterveen, die over hetzelfde onderwerp wil inspreken. Meneer Oosterveen. Ja, goedenavond. Ik kom inderdaad over hetzelfde onderwerp inspreken. Want de verkiezingen zijn amper een maand geleden. Deze verkiezingen dus gingen naar mijn mening over grofweg 5 onderwerpen. Meer woningen bouwen, openstaan voor alternatieve woningen, meer vrijheid voor ondernemers, meer openstaan voor initiatief vanuit de bevolking en meer duurzaamheid. En ik kan mij herinneren dat eigenlijk alle partijen het globaal gezien eens waren met deze 5 punten. Tijdens de debatten werd dan ook steeds gezegd hoeveel het wij niet met elkaar eens zouden zijn. Het is dan ook bijzonder frappant als je een paar weken na de verkiezing hoort dat er een dwangsom staat op het levende dorp. Een project dat namelijk al deze 5 punten van de verkiezing bevat. Het is namelijk een initiatief vanuit de bevolking, wat zich bezighoudt met de realisatie van alternatieve, duurzame woningen, waarvoor enkel wat meer ondernemingsruimte nodig is. Het hele levende dorp staat in het kader van duurzaamheid. Bovendien heeft hun vorig festival een kleine 5000 bezoekers gehad, die nu allemaal iets meer weten van duurzaamheid. Het is nu tijd om de reeds gemaakte beloftes te vervullen. En dus geen continuering van het voorgaande beleid. Ik verzoek de Raad om een spoeddebat te organiseren over het levende dorp. En indien er inderdaad wordt gekozen voor continuering van het voorgaande beleid, om dan een motie van wantrouwen in te dienen. Tegen de verantwoordelijke partijen die met hun voorgaande beleid juist voor een tekort aan woningen hebben gezorgd. En die nu dus zeer waarschijnlijk kiezersbedrog hebben gepleegd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Oosterveen. Ik kijk even rond of er behoefte is om vragen te stellen aan de heer Oosterveen. Het is natuurlijk al aan de orde geweest, het onderwerp bij de heer Radstaken. Die behoefte is er niet. Dan sla ik hem over. Meneer Oosterveen, dank u wel voor uw inspreken. Ik moet u melden dat ik vergeten ben om te zeggen dat mevrouw Kappert afwezig is. Het was u al opgevallen allemaal, maar ik moet haar ook echt even officieel afmelden. Zij is er vanavond niet bij. En dan heb ik daarmee agenda punt 3 gehad. En dan ga ik naar agenda punt 4, schriftelijke vragenronde.
Mevrouw Rameman heeft een vraag gesteld over sociale huurwoningen. Die zijn beantwoord op 4 april 2018. En nu is er de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. En u heeft van de griffier, denk ik, schriftelijk te horen gekregen, op strenge toon, dat het de bedoeling is dat u een aanvullende vraag stelt. Niet dezelfde vraag nog een keer. En de wethouder hoeft ook niet te zeggen wat we al weten. Gewoon iets nieuws. Maar die heeft u, hè? Alsjeblieft. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad het antwoord gekregen en het is duidelijk. Maar ik heb een aanvullende vraag. Ik zou graag een lijst ontvangen met de adressen van de woningen waar het om gaat, met de huisnummers erbij. En ik snap dat ik daar vanavond geen antwoord op krijg, maar dat mag ook wel schriftelijk. Misschien kunt u al onmiddellijk een antwoord opgeven, meneer Schuurman. En anders gaat het schriftelijk. Mijn collega die noemt net al een straatnaam op. Maar dat wil ik niet doen. Vechthorst heeft op haar site de gegevens staan van woningen die worden uitgegeven. Ik zal bij Vechthorst navragen of ze deze kunnen overleggen. Dus die toezegging wil ik doen. Dus ik kom erop terug. Waarbij het antwoord van Vechthorst natuurlijk kan zijn dat het antwoord nee luidt. Oké. Okay. Dat voorbehoud moet ik even maken. Wij gaan er niet over, zou ik willen zeggen. Andere nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Nee? Mag ik dan naar de mondelinge vragenronde? De heer Broeren over Partij van Arbeid, neem me kwalijk, over bomenkap bij de Driepuntsbrug in Leemeneveld. Mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Geacht college, op vrijdagmiddag 9 april zijn de wilgen bij de Driepuntsbrug te Leemeneveld door de gemeente verwijderd. Onder protest van enkele omwonenden en tot verdriet van vele Leemenevelders. Wij vragen ons als Partij van de Arbeid-fractie af waar deze kap goed voor was. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt deze kap een aantasting van de ruimtekwaliteit van Leemeneveld. De inwoners van Leemeneveld moeten het al doen met een minimum aan groen. Denk hierbij aan de discussie rondom het Koonplein. En nu zijn deze bomen bij de Drieputsbrug zonder pardon verwijderd. Dit zonder overleg met de buurtbewoners. Tijdens de informatieavond in Leemeneveld was het nota bene wethouder Van Leeuwen die naar aanleiding van vragen van een inwoner omtrent de vermeende op handen zijnde kap van deze bomen aangaf dat we niet planten om te kappen. Des te groter is nu de verontwaardiging onder een deel van de Leemeneveldse inwoners. Ook vinden wij het zeer ongelukkig dat de gemeente Dalfsen dergelijke werkzaamheden onderneemt in het broedseizoen. Hiermee geven we volgens ons het verkeerde voorbeeld naar onze inwoners toe. Om geen enkel risico te lopen de natuurwaarde in onze gemeente geweld aan te doen, behoren wij dit soort werkzaamheden in het winterseizoen uit te voeren. We hebben een aantal vragen over dit onderwerp. De eerste vraag is, wat is de motivatie geweest voor deze bomenkap? De tweede is, vanwaar de koerswijziging sinds afgelopen oktober, de avond in Leemeneveld? Waarom is dit voornemen niet gedeeld met de inwoners? Vindt het college het een goed voorbeeld om bomenkap toe te passen in het broedseizoen? Vanwaar deze haast? En de laatste vraag, de bomen zijn nu weg, dat kunnen we op geen enkele manier ongedaan maken, maar worden er nieuwe geplant? Graag horen we een reactie van het college op deze vragen. Wethouder Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Klopt, de bomen zijn gekapt. Dit is in het woningbouwplan. Bij het realiseren van het project is dit wel meegenomen, dat deze bomen zouden verdwijnen. De reden dat ze niet passen in het geheel is dat de bomen niet eenzelfde grootte hadden. De groei was divers en ze stonden in de zichtlijnen zoals die bedoeld waren door zijn architect. Dus ze zijn niet passend op die plek. De wethouder heeft aangegeven destijds dat we niet planten om te kappen. Dat is ook zeker waar. Alleen, dat ging niet specifiek over deze bomen. Dat ging over bomen in het algemeen. En over het algemeen zijn wij ook heel zuinig op onze bomen. En daar blijven we ook doen. Het klopt ook dat het niet in het gesloten seizoen is gebeurd. Dat kwam omdat het gewoon niet passend was in de planning. De bomen aan de Jachtlustallee, een gedeelte daarvan moesten weggehaald worden. Dus dat was een capaciteitsprobleem. Maar de wet staat toe dat als er goed gekeken wordt of er geen vogels in nestelen, dan mag het ook binnen die periode. Dus de wet biedt daar ruimte voor om dat te doen.
De bomen zijn weg, worden er nieuwe geplant? Jazeker. We gaan bezig met het woonrijp maken van het gedeelte. En daarin worden, als daar behoefte aan is, bomen neergeplant. Alleen niet op exact dezelfde plek, omdat dat in de zichtlijnen staat en dus het totale beeld tekort doet. Wethouder Broeren, het is niet de bedoeling om het onderwerp uit te discussiëren. Ja, maar ik heb nog een aanvullende vraag. En wethouders ben ik nog niet. voorzitter, dank u wel. Nee, ik had nog een aanvullende vraag. Maar mijn vraag over het broedseizoen die zat natuurlijk wat dieper. Ik ben me bewust van de uitwijkmogelijkheden die er allemaal zijn. Alleen het gaat er even om. Welk voorbeeld stellen wij als gemeente? Want als een van onze inwoners dit doet, dan vinden we dit ook niet zo fijn. Sterker nog, handhaving kan ook een rol spelen in dit soort trajecten. Is de wethouder het met ons eens dat als je dit soort dingen doet, dat je dat beter in de winter kan doen? En ik begrijp dat het een capaciteitsprobleem was, maar ik zie graag even de visie die erachter zit. Dank u wel. Wethouder, vindt u het niet gewoon een slecht voorbeeld? Het totale plan is een heel belangrijk iets. En ik vind wel dat het getracht moet worden in ten alle tijden om het in de winterperiode te doen. Dus daar zal ik ook aandacht voor vragen. Dat is een soort ja op mijn vraag. Iemand anders nog de aanleiding hiervan? Nee? Mag ik dan naar de tweede mondelinge vraag? Dat is mevrouw Lasje van de ChristenUnie. Over haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs. Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte college. In de raadsvergadering van juni 2017 heeft de raad ingestemd met het voorstel tot het doen van een haalbaarheidsonderzoek voor de huisvesting van het basisonderwijs in het middengebied Nieuw-Leusen. Dit als vervolgstap nadat er een plan van samenwerking tussen de betrokken scholen was opgesteld. Eind vorige week hoorden wij van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs Nieuw-Leusen dat het college heeft besloten dit onderzoek niet uit te voeren. Als reden werd onder meer onvoldoende draagvlak genoemd. De fractie van de ChristenUnie heeft daarover de volgende vragen. 1. Wat is de aanleiding geweest voor dit besluit? 2. Hoe kan dit in het licht van de afspraken die voorjaar 2017 met het onderwijs zijn gemaakt? 3. Zijn er nu nog mogelijkheden in het middengebied voor het primair onderwijs? 4. Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de inrichting van het buitenterrein en de plannen die onlangs zijn goedgekeurd? En de laatste vraag, hoe nu verder? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Wethouder van Leeuwen. Dank u wel, voorzitter. Zoals bekend is het project in het middengebied van Nieuw-Leusen opgesplitst in drie fasen. We zijn nu bezig om fase 2 af te ronden. En naar aanleiding daarvan hebben we in uitstekende sfeer verkennende gesprekken gevoerd met betrokken partijen. En dan noem ik even PCO Nieuw-Leusen, Openbaar Onderwijs Zwolle, zijn er de twee master. Landsteden kinderopvang en domein peuterspeelzalen. Het doel was om te verkennen of op dit moment een haalbaarheidsonderzoek realistisch was. Bij de start van het project De Spil, toen nog WOC De Campus, zijn de ambities van alle partijen uitgewerkt. En daar zijn eigenlijk drie woorden de verbeelding van: samenwerken, delen en verbinden. En dat is in een intentieverklaring vastgelegd. Op dit moment constateren wij in de gesprekken dat er onvoldoende draagvlak is om het haalbaarheidsonderzoek te kunnen gaan starten. Je kunt het wel gaan starten, maar het kost geld. En als ik van tevoren de uitslag weet, dan heeft dat niet zoveel zin. Dan zegt u, hoe ligt dat in de afspraken, in het licht van de afspraken van voorjaar 2017? Die heb ik net even toegelicht, maar partijen blijven zelf verantwoordelijk voor hun standpunt. Ook als ze hun standpunt wijzigen. We respecteren alle standpunten ten volle, maar het heeft niet tot een andere conclusie geleid. Zijn er nog mogelijkheden in het middengebied voor primair onderwijs? Jazeker. Die zijn niet gewijzigd. Maar op welke wijze dat wordt benut, dat zal aan de gezamenlijke partijen liggen. En dat ligt in de toekomst. Daar durf ik nu geen uitspraak over te doen, maar het is niet zo dat de weg is afgesloten. De gevolgen voor de inrichting van het buitenterrein, die zijn er niet.
Want we hebben daar rekening mee gehouden dat de inrichting zodanig plaatsvindt dat fase 3 los daarvan ontwikkeld kon worden. Dus daar zijn geen ingrijpende veranderingen. Het buitenterrein wordt gewoon netjes afgemaakt. En hoe nu verder? Huisvesting van basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen zijn onderdeel van de portefeuille onderwijs. En omdat we het niet meer binnen het project uitvoeren, zullen de toekomstige huisvestingsvraagstukken worden behandeld binnen het reguliere beleidsterrein onderwijs van de eenheid MO en de daarvoor verantwoordelijk wethouder. Ja, over de draagvlak. Dat is de eerste hoofdreactie. De tweede hoofdreactie, betekent het iets voor de toekomst? Nou, nu wel, maar niet op langere termijn. Heeft het effect op het buitengebied? Besluit? Nee. Waar hoort het thuis? In de reguliere portefeuille onderwijs, waar het altijd al zat. Maar niet in het project. Dat zijn volgens mij korte antwoorden. Wilt u daar nog aanvullend iets op vragen, mevrouw Lasje? Ja, dank u wel. Nou, over die gevolgen voor dat buitenterrein. Want er is een heel gebied leeggehouden in het buitenterrein, wat dus niet in de plannen zit voor de inrichting. En dat is eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Wat gebeurt er dan met dat gedeelte wat daar nog steeds straks ligt? Wethouder. Dat blijft zoals het nu is en uit mijn hoofd is dat gras. Daar staat namelijk gebouw De Driehoek met de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Andere? Mevrouw Ramelman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Even als reactie op dit verhaal, want wij hadden ook contact gehad met de PCO in Nieuw-Leuzen. Wij zaten hierdoor wel in tweestrijd. En dat heeft ook te maken, we hebben bij het plan De Spul al vaker gesproken over de veiligheid op dit traject. En door daar een grote school neer te zetten met 800 leerlingen, wordt de veiligheid... Mevrouw Ramelman, ik onderbreek u. Het is echt een aanvullende vraag. We gaan niet... Ja, ik wou even wat inleiden, maar... Ja, doe maar niet. Stel maar gewoon een vraag. Nou, mijn vraag is, ik weet dat er al gesprekken zijn. Ja, dat moet ik ook inleiden, want anders dan komt die vraag heel raar over. Er zijn gesprekken geweest met de overkoepelende organisaties over de toekomst van de scholen in alle dorpen van onze gemeente. Mijn vraag is, ik weet dat er nu een andere portefeuille komt, maar kan dan eventueel voor het dorp Nieuw-Leuzen een en ander wat vervroegd worden, zodat we toch daar eerder keuzes kunnen maken? Dat is dan nu in kort mijn vraag. Ik hoop wat meer toelichting. Ja, maar hier leg ik dan bij de heer Uitslag neer, want dan gaat het echt over de vraag, gaat u sneller of anders met het onderwijs in Nieuw-Leuzen praten dan alleen in Veld of in Dalsen? Dat is de vraag van mevrouw Ramelman. Ja, ik heb eigenlijk die lange inleiding nodig, voorzitter. Maar we hebben inderdaad... Dan krijg ik een nieuw debatonderwerp. Het staat helemaal niet op de agenda. Het gaat namelijk over de vraag hoe u dan verder gaat. Maar hoe u verder gaat, stond niet op de agenda. Het ging eigenlijk alleen maar over het project. Ik zal een procesantwoord geven. De eerste afspraak met de bestuurders is geweest om eens gewoon met benen op tafel hierover te praten. We praten in mei in het georganiseerd overleg weer verder met onderwijs. Je kunt je misschien voorstellen dat als ik beleid maak, dat ik dat voor een gemeente doe en niet voor een kern. Want kinderen in Hoornoorst, Dals, Limmerveld en Nieuw-Leuzen zijn me allemaal even lief. En daar kijken we op hetzelfde naar. Ja, dat is eigenlijk het antwoord voor qua proces. Dankjewel. En misschien ook goed om te weten, we hebben het verhaal waar u naar verwijst, mevrouw Lasje, staat in een notitie, in een brief, die is vastgesteld door het college, die ook naar u toe komt. En ik denk zelfs vandaag of morgen al. En die ook ter informatie besproken kan worden in de raadscommissie in mei. Dus het onderwerp in die zin is niet weg, maar dan wordt het wat beter voorbereid, denk ik, besproken. Ik geloof dat de heer Van Leeuwen mij wilt corrigeren. Meneer Van Leeuwen. Ik zou u niet durven corrigeren. Dat is fijn, dan kunnen we... Aanvullen wel. Morgenmiddag, heb ik begrepen van de griffier, zal de agendacommissie hierover het licht doen schijnen. Want er ligt inderdaad een memo en dat is dan aan de agendacommissie of ze die wil agenderen of niet. Maar we hebben zo'n vermoeden.
Daar zit hier ook een flinke meerderheid van de agendacommissie naast elkaar. Heb ik hiermee het onderwerp voldoende besproken, mevrouw Haarman? Mag ik één vraag stellen? Ja? Misschien is het dan wel goed dat we dan ook een inzage krijgen wat de tijdsplanning is van de wethouder uitslag met het hele verhaal. Dan kunnen we kijken of we ons daar ook in kunnen vinden. Ja, dan weet ik niet of wethouder uitslag, gaat u dat nu toezeggen dat dat binnenkort komt? Want dan schrijf ik dat op. Nou, voorzitter, we hebben net een eerste binnen op tafel gesprek gehad en in mei een eerste echte bestuurlijk overleg. Dus ik ga dan met de bestuurders afspraken maken hoe we verder gaan. Zoals u weet staat echt meer op de agenda. Dus ik kan wel wat gaan roepen, maar dan moet ik weer gaan corrigeren daarna. Dus dat doe ik gewoon niet. Dat is duidelijk geen toezegging, mevrouw Rameman. Maar u mag wel vertrouwen hebben in de aandacht die de wethouder eraan geeft aan het onderwerp. Heb ik hiermee de vragenronde gehad? Ja, hè? Dan ga ik naar de overige agendapunten. Dan kom ik bij agenda punt 5. Dat is vaststelling van de agenda. Waarbij het wel zo is dat ik u kan melden, maar misschien weet u dat ook wel, dat de heer Schuurman nog aanvullende informatie heeft bij het agendapunt, wat was het? 10, hè? Maar daar had u ook om gevraagd, dus dat komt straks dan wel vanzelf aan de orde. Mag ik de agenda zo vaststellen als die voor ligt? Ja? Dan is die vastgesteld. Ga ik naar agendapunt 6. Aanpassing garantstelling Dalfsen stroomt. Dat was volgens ons een akkoordstuk. Naar aanleiding van de raadscommissie zijn er nog aanvullende vragen beantwoord op de rust geplaatst. Het CDA had nog geen standpunt ingenomen, maar zal volstaan met een stemverklaring. Dat gaat u nu doen, mevrouw Rameman, denk ik. Mag ik u het woord geven? Ja, dat klopt. We hebben inderdaad aanvullende vragen gesteld in de raadsvergadering. Daar hebben we antwoord op gehad. We begrijpen de antwoorden, alleen we hadden iets anders in gedachten. We zullen nu ook akkoord gaan met dit voorstel. Maar zien graag in de toekomst dat er ook gekeken wordt naar een financieringsvorm vanuit de gemeente. In de vorm van een duurzaamheidslening of iets dergelijks. Ik wil niet de discussie heropenen, meneer Schrijver, maar als u een stemverklaring wil afgeven, is het prima. Dat was inderdaad de bedoeling. Gezien de afwezigheid in de commissie heb ik met de griffier overlegd een stemverklaring af te geven. Dit energieproject past uitstekend bij de doelstelling om Dalfsen verder te verduurzamen. Duurzame energievoorziening als een publieke taak op het dak van een bedrijf, ook voor lagere inkomens. Bij zoiets nieuws loop je al gauw de kans om tegen zaken op te lopen die niet voorzien zijn. Dat zijn nuttige leermomenten voor de toekomst. Bij dit beschreven tweede alternatief, het Dalfsen Duurzaamheidsfonds, staat ook dat Dalfsen stroomt in een eerder stadium de voorkeur heeft gegeven aan een bankaire lening, omdat het project dan eenvoudiger kopieerbaar is in andere gemeenten. De vraag blijft of het plan van Dalfsen stroomt en de gemeente Dalfsen met gebruik van een gemeentelijke lening een win-win situatie zou zijn. Bijvoorbeeld als je met het GBLT als uniforme verwerker van de incasso van rente en aflossing het contact met de debiteuren zou organiseren. Desalniettemin een mooi project waar onze goedkeuring heeft. Dank u wel, meneer Schrijver. Anderen nog? Mag meneer Leeuwen, wilt u iets zeggen? Het is een akkoordstuk namelijk. Dat weet ik, maar mevrouw Rameman die vroeg zich iets af. En daar wilde ik even op antwoorden dat voor de maand september in voorbereiding is een stuk over duurzaamheidslening en de beantwoording of wij als gemeente überhaupt zo'n lening mogen verstrekken. Want daar zijn de meningen nog verdeeld over. Maar dat komt in september in deze raad. Oké, meneer Rameman. Mevrouw Rameman, staat aan de orde. Bijna goed. Ik breng mijn stemming. Voorstel is in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college een gemeentegarantie te verstrekken aan Dalfsen stroom voor 100% van de externe financiering. Zijn er maximaal €420.000. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat doet u allemaal? Met algemene stemming. Dank u wel. Dat is agenda punt 6. Dan gaan we naar agenda punt 7. Volgens ons ook een akkoordstuk. Eerste herziening. Bestemmingsplan Kernen, locatie Kleine Veer, Baarsmaarstraat 25. Kijk even rond. Nog behoefte aan een stemverklaring? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even een korte toelichting geven. Wij stemmen voor straks. Maar ik wilde toch even een statement maken wat ik de vorige keer in de commissie eigenlijk ook heb gemaakt. En dat is dat wij wat moeite blijven hebben om een dergelijk plan vast te stellen zonder passend beeldkwaliteitsplan. En wij hopen dat dit niet een voorteken is dat de aandacht voor ruimtekwaliteit en welstand afnemend is in onze organisatie.
Wij hebben de toezegging echter gehoord van de wethouder dat het plan zodra deze er is op het RIS wordt geplaatst. Wij gaan er ook vanuit dat deze met de omwonenden wordt gecommuniceerd. En mocht er aanleiding zijn als het op het RIS staat dat we er wat van vinden, dan kunnen we het altijd weer agenderen. Dat gezegd hebbende zullen wij voor dit plan stemmen. Oké. Ik wil u er wel op wijzen dat dit een herziening is van het bestemmingsplan. Die kunt u niet zomaar weer veranderen. Ja, nee, dat ben ik me van bewust. Maar we kunnen het altijd bespreken, de gang van zaken. Dus de gang van zaken kunt u altijd bespreken. Dank u wel, meneer Broer. Maar het gaat hier om dat er ook verwachtingen worden gewekt aan partijen die vervolgens investeren. En daar heb je dan ook een verantwoordelijkheid naar. Voorafgaand aan de beraadslagingen hebben we al een keer eerder over gehad. Moet ik u melden dat de heer Dankerman bij dit agendapunt 4 zijn werkgever betrokken is geweest bij dit project. Weet u, is al eerder gezegd. Hij heeft zich onthouden van deelname aan de beraadslagingen. Maar hij stemt wel mee. En dat is besproken met de voorzitter in griffier. Sterker nog, dit was het advies van de voorzitter in griffier. En we zijn de heer Dankerman zeer dankbaar voor het feit dat hij ons advies heeft opgevolgd. Maar ik wil het hier wel even gemeld hebben. Mag ik in de stemming brengen? Ik kijk even rond. Mag dat? Dan graag een beeld als het kan. Eerste herziening, bestemmingsplan kernlocatie, Kleine Veer, Baasbergstraat 25. Het voorstel voor wat betreft de ontvankelijkheid, de inhoud en de overwegingen ten aanzien van de zienswijze te besluiten. Overeenkomstig de nota van zienswijze en kennisgeving van februari 2018. Ten tweede en de eerste herziening, bestemmingsplan kernen gemeente Dalfsen 2016, Baasbergstraat 25 en de geometrisch bepaalde planobjecten als of wat in het GML-bestand. En dan komt er een nummer met de daarbij behorende bestanden en toelichting waarbij voor het plangebied gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de BGT-versie van 6 maart 2018 langs de elektronische weg en in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen. En drie, de grondexploitatie behorende bij deze bestemmingsplanherziening vast te stellen. Wie van u gaat ermee akkoord? Dat doet u allemaal. Dat je met algemene stemmen aangenomen. Voor de nieuwelingen onder ons, maar ook voor de mensen op de publieke tribune, vraag ze misschien af waarom ik dat allemaal voorlees. Dat is niet omdat ik mijn stem zo graag hoor, alhoewel ik hoop dat die niet al te onaangenaam voor u is. Maar dat is omdat het echt wettelijk verplicht is dat het besluit gesproken op de band staat. En dat is de reden waarom we dat doen. Anders moet iemand het opschrijven. Vroeger gebeurde dat met notulisten in het midden, maar dat doen we niet meer, we nemen het nu op. Maar ja, dan moet de voorzitter dus wel alles voorlezen. Dan kom ik bij agendapunt 8, meerjarenprognose, grondexploitatie, aanvullende informatie bij de stukken gevoegd. Dat is antwoord op de vraag van het CDA en ChristenUnie. Blijft volgens ons een akkoordstuk. Bent u dat met me eens? Meneer Schrijver, u wil wat zeggen? Ja? Ja, met hetzelfde argument als wat ik net aanvoerde. Uitstekend, stemverklaring, prima. De stemverklaring is dat we, nadat we in 2014 gezien hebben dat we nog verkoopstimulerende maatregelen nodig hadden voor de woningmarkt, is die landelijk weer sterk gestegen na die tijd. En ruim voor de melding van de meevaller dit voorjaar heeft ook Jan Royakkers namens D66 al eens opgeroepen om deze toekomstige opbrengsten niet uit het oog te verliezen. We hebben ze hiermee qua realisatie en verwachting goed in beeld. Ook de toezegging om een onderzoek en een raadsvoorstel in 2018 voor prijsdifferentiatie in te dienen spreekt D66, zoals eerder door hem opgemerkt, aan. Een balans tussen het voorzichtigheidsprincipe en het realisatieprincipe, zoals in deze nota beschreven, die lijkt aanwezig. En D66 is het ook eens met dit besluit. Dank u wel, meneer Schrijver. Kijk even rond. Verder nog andere behoeften aan een stemverklaring? Of anderszins, meneer Van Leeuwen, u bent raadslid, dus u kunt. Ja, maar ik doe dit even uit de andere functie. Morgenmiddag is er nog een laatste bijeenkomst met de accountant over de jaarrekening. En het zou kunnen zijn dat we bij het vaststellen van de jaarrekening toch nog iets meer winst moeten nemen. Ik vind het wel belangrijk om dat even te melden. Ja, maar ik hoop dat we gewoon toch blijven uitgaan van de bestaande meerjarenprognose grondexploitatie zoals die nu voor ligt. En ja, daar is toch geen wijziging erop? Er is geen wijziging op. Oké, prima. Dan, ik weet het nog niet wat de accountant deed. We hebben bezwaar gemaakt. Ik weet nog niet wat het antwoord zal zijn. Maar bij de jaarrekening wordt het definitief vastgesteld. Goed, dan bekijken we dat bij de jaarrekening. Maar dan ga ik nu toch uit van de bestaande meerjarenprognose grondexploitatie. Die gaan we vaststellen als het kan.
Dan ga ik weer voorlezen. Het voorstel is om de meerjarenprognose grondexploitatie 2018 vast te stellen en daarmee de gehanteerde uitgangspunten voor programmering, parameters en rekenrente, zoals opgenomen in hoofdstuk 3, vast te stellen. En ten tweede in te stemmen met de gemaakte voorbereidingskosten van 38.000 voor de toekomstige exploitatie van Stappenbelt, Kleine Veer, Grutwiske en Hoornhorst en deze kosten te klassificeren als immateriële vaste activa ontwikkelkosten. Ten tweede, het positieve resultaat van 4.657.000 ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie te brengen en dit te verwerken in de jaarrekening 2017. En ten derde, door het college opgelegde geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid en artikel 55, lid 1 van de gemeentewet, ten aanzien van de bijlagen met kaststroomoverzichten te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar. Wie van u is daarmee akkoord? Met u allemaal? Dan is die met algemene stemmen aangenomen. En dan ga ik naar de bespreekstukken. Dan komen we bij agenda punt 9. Vindt u het goed dat ik gewoon doorwerk? Bent u dat met me eens? Ja? Oké. Dan kom ik bij agenda punt 9. Dat is de benoeming van de commissieleden. Dat is een bespreekstuk. Maar waag het niet, zou ik bijna willen zeggen. Het komt rechtstreeks in de raad. Net als de vorige maand wordt de raad voorgesteld om een aantal kandidaten te benoemen tot lid van de raadscommissie. Het gaat om ieder 2 commissieleden voor ChristenUnie en Partij van de Arbeid en om 1 commissielid voor D66. Commissieleden moeten net als raadsleden aan een aantal eisen voldoen. Daarom hebben ze een geloofsbrief ingeleverd die door een commissie geloofsbrieven moeten worden onderzocht. Ik stel voor dat deze commissie vanavond bestaat uit de heer Raamaker, mevrouw Rameman en mevrouw Lasje. En u bent daarmee akkoord, neem ik aan. Daar ben ik een beetje van uitgegaan. Want ze hebben hun werk al gedaan. En ik geef het woord aan mevrouw Rameman. Dank u wel, voorzitter. De commissie uit de Raad van de gemeente Dalfsen, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verder bij de gemeente werd de reglement van orde gevorderde stukken ingezonden door de heer J. van Driessen, P. van de A, de heer D.J. van Gelder, ChristenUnie, de heer J.S. Rodeborg van de ChristenUnie, de heer A.M. Seuters van de D66 en de heer P. Weerstra van de P. van de A. Rapporteert de Raad van de gemeente Dalfsen dat zij boven de genoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie concludeert dat de kandidaten en alle in het reglement van orde gestelde eisen voldoen en daarmee benoembaar zijn als commissielid van de gemeente Dalfsen. Dank u wel, mevrouw Hamerman. Dan gaan we over tot de stemming en tot de schorsing, zodat ook de stemuitslag kan worden geteld. Ik er 4 deelt de briefjes uit en haalt ze daarna weer onmiddellijk op, denk ik. Ja? En dan schors ik de vergadering. Voor een enkele minuut. Oké, volgens mij mag ik verder met de vergadering. Ik zag mevrouw Rameman binnenkomen. Mevrouw Rameman, mag ik vragen hoe het afgelopen is? Dat mag u zeker. Bedankt, voorzitter. In deze gecombineerde stemming diende geen van de raadsleden zich te onthouden van stemming. Het aantal uitgegeven stembriefjes is daarom 20. Er zijn ook 20 stembriefjes ingeleverd. Daarmee is de stemming geldig. Op de kandidaten, de heer J.J. van Driessen, PvdA, zijn 20 stemmen voor en 0 tegen. De heer D.J. van Gelden, ChristenUnie, 20 stemmen voor en 0 tegen. De heer J.S. Rodenboog, ChristenUnie, 20 voor en 0 tegen. De heer A.M. Seuters, D66, 20 voor en 0 tegen. De heer P. Weerstra, PvdA, 20 voor en 0 tegen. De commissie concludeert daarmee dat alle voorgedragen kandidaten zijn benoemd. Dank u wel. En dan ga ik de kandidaten ook vragen om hier bij me te komen bij het katheder. Want u bent weliswaar benoemd, maar nog niet toegelaten. En daarvoor moet u eerst de eed nog afleggen. Mag ik u uitnodigen? Het liefst alle 5 tegelijkertijd. Vindt u het goed dat ik het, een beetje... Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik zie daar een heleboel bloemen staan, maar zoals u weet durf ik ze niet meer te geven. Dus de kans is vrij groot dat ze er morgen nog staan. Ik wilde het efficiënt doen als u dat goed vindt. En de heer Van Gelder en de heer Rodeburg als eerste. U wilt beide de eed afleggen, dat klopt toch, hè? En mag ik... Ik lees hem 1 keer voor de eed en dan vraag ik... even kijken. Op alfabet, dus eerst de heer Van Gelder en dan de heer Van Rodeburg. Om ze waarlijk helpen met God Almachtig te verklaren. De eed van het raadscommissielid. Ik zweer
dat ik om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Van Gelder. Zodanig helpen mij God almachtig. Meneer Hoornburg. Zodanig helpen mij God almachtig. Dank u wel. Ik wil graag doorgaan onmiddellijk naar de verklaring. En ook die probeer ik dan op alfabet te doen. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Driessen. Dat verklaar en beloof ik. Meneer Seuters. Dat verklaar en beloof ik. Meneer Weerstra. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. U bent nu toegelaten als raadscommissielid. En laten we graag. Dank u wel. En dat was agenda punt 9. En dan ga ik naar de agenda punt 10, verklaring van geen bedenkingen, project Slingerdaal. Wethouder Schuurman had toegezegd, dank u wel, naar de commissievergadering nog een keer in gesprek te gaan. En daarop heeft volgens mij SAOW een brief gestuurd. En ik geef u als eerste het woord, wethouder. Dat is ongebruikelijk, maar u heeft nieuwe informatie. Ja, dank u wel, voorzitter. Absoluut nieuwe informatie. Na de commissievergadering van een aantal weken geleden hebben wij direct contact opgenomen met de initiatiefnemer om te komen tot een gesprek. Om te kijken wat de mogelijkheden waren en zijn wij op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Het gesprek konden wij niet direct inplannen. En afgelopen donderdag hebben we een brief ontvangen en daarin staat de letterlijke tekst. SHOW heeft daarom besloten het proces van de ingezette goedkeuring van de bouwplan te beëindigen. Er staan nog een aantal andere dingen. Men wil op zoek naar alternatieven. Maar het maakt het een beetje lastig voor deze vergadering. Want er wordt gevraagd om een verklaring van geen bedenking af te geven. Maar het bouwplan gaat er dus niet meer komen. Dus een lastig onderwerp. Wat dat betreft. Maar het staat op de agenda en moet er dus iets over besloten worden. Staat er nog iets op de agenda wat er niet is? Want als er iets op de agenda staat wat er niet is, dan zou je er ook geen besluit over moeten nemen. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat, dat men dus stopt met het initiatief. Maar men heeft nog niet de vergunningaanvraag ingetrokken. Ja, maar dan behandelen wij hier gewoon de vergunningaanvraag. Want ik zeg altijd maar zo, mensen kunnen zeggen wat ze willen. Maar meneer Radstaak heeft ons er al op gewezen. We zijn nogal een beetje wetjes en regeltjes fetischisten. En als ze het niet hebben ingetrokken, dan hebben ze het niet ingetrokken. Dan ligt de aanvraag er nog. En dan gaan we die gewoon ook behandelen. Want anders krijg ik straks weer het verwijt dat ik een aanvraag niet behandeld had, terwijl die er wel lag. Dus doen we hem zo. Is dat goed? Kijk even rond naar de raad. We gaan dus iets behandelen waarvan iemand zegt dat het niet hoeft, maar waarvan ik zeg dat we het toch maar moeten doen voor het geval die straks misschien toch van mening is dat het had moeten gebeuren. Mocht u willen weten wat ik net gezegd heb, dan kunt u dat vanaf morgen naluisteren.
Maar volgens mij klopte het wel. Wie van u mag het woord geven nog? We kunnen het ook snel doen, hè? Dit, denk ik. Wie van u mag het woord geven? Meneer Ramak. Ja, voorzitter. Dank wethouder voor de informatie. Een agendapunt verklaring van geen bedenking project Slingendaal. Nou, gezien de informatie die we nu hebben, kunnen we niet anders dan tegen het voorstel stemmen. Als de overige partijen ook zo snel kunnen, doet u mij een plezier. Meneer Broeren. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn tegen. Korter, mevrouw Ramerman. Daar ben ik, zijn wij ook tegen. Meneer Veldhuis. VVD is ook tegen. Nijkamp. Wij zijn tegen dit voorstel. En ik zou nog één ding willen toevoegen. Dat is namelijk dat er nog een motie ligt. En daar moeten we misschien na afloop van de stemming even over hebben. Maar waarschijnlijk moeten we die gewoon intrekken. Of ik weet niet precies. Maar dan moeten we het voor de stemming over hebben. Over wat we daar na de stemming mee doen. Na de stemming is er geen debat meer. Alleen maar nog stemmingen. Dus als u hem wilt intrekken, moet dat voor de stemming. Maar u heeft wel volkomen gelijk dat u ons even wijst op de motie. Ja, nou gelet op deze vooraankondigingen durf ik het wel aan om te zeggen van deze motie. Maar dan kijk ik ook even naar de mede-indieners die knikken. Trekken we in. Ja, oké, top. Dank u wel. Want dat moet inderdaad dan wel gebeuren. Meneer Schrijver. Even los van de mening had ik ook nog een vraag. En dat komt er eigenlijk op neer. Is er ook zicht op de belangstelling vanuit de doelgroep voor dergelijke huurappartementen? Maar wij zijn ook tegen. Oké. Dan is iedereen tegen. Dat beschouw ik dan de opinierende ronde. En dat is nog even een kleine nabrander. Hebben we zicht op de doelgroep? Het initiatief is destijds begonnen dat er animo is voor deze huurappartementen. Dus dat zal in de afgelopen periode niet veranderd zijn. Zeker niet met de vraag naar woningen die er op dit ogenblik is. Oké, de wethouder is ervan overtuigd dat het voldoet aan een behoefte. Ik ga hem gewoon in stemming brengen. Anders krijg ik iets Kafka-askerachtigs. Verklaring van geen bedenking project Slingendaal. Het voorstel is kennis te nemen van de ingediende zienswijze en de reactienota zienswijze. Kennis te nemen van het woonzorgconcept van de SAOW. Een verklaring van geen bedenking af te geven voor de bouw van 57 appartementen project Slingendaal. Wie van u gehoord hebbende de discussie? Ik zeg er altijd maar daarbij. De discussie maakt onderdeel uit van het besluit. Wie van u is hiervoor? Wie van u is hier tegen? Dat bent u allemaal. Is dit met algemene stemmen afgewezen? Dan ga ik naar agenda punt 11. Bedrijfsinvesteringszone bedrijventerrein rondweg Dalfsen. Na de behandeling in de raadscommissie hebben gemeentebelangen CDA en VVD zich al positief uitgesproken. ChristenUnie en PvdA hield het oordeel nog een beraad. In afwachting van aanvullende beantwoording. Die is op het risk geplaatst, bij mij weten. En ook de beantwoording van technische vragen vandaag is nog toegevoegd. Ik doe het in twee ronden, maar ik begin bij de Partij van de Arbeid en bij de ChristenUnie. Bij de Partij van de Arbeid dit keer. Voorzitter, was het in één of twee ronden? In twee, maar als u er één kan, is dat niet. Ja, nee. Ik denk dat ik gelijk naar mijn opinie ga. Pardon. Tijdens de commissie hebben wij al aangegeven wat ambivalent in het onderwerp staan. Niet qua doelstellingen, maar wel qua methode om er te komen, zal ik maar zeggen. De verordening maakt het mogelijk om een aantal belangrijke voorzieningen voor het bedrijventerrein te realiseren. Alleen of het op deze manier afdwingen van participatie van freeriders uiteindelijk de beste oplossing blijkt, vragen wij ons af. Ook het feit dat wij eerst de verordening vaststellen en er daarna een draagvlakonderzoek plaatsvindt, vinden wij wat vreemder. Ook blijven wij wat vragen hebben met betrekking tot privacy en met name de uitvoerbaarheid van het geheel. En daar zit wel een vraag in. Want in hoeverre is de politie bijvoorbeeld in staat om te reageren op de signalen die binnen gaan komen? En vooral ook om opvolging te geven aan de aangiftes die bijvoorbeeld gedaan worden en waarbij de beelden gebruikt moeten gaan worden. Kortom, wordt het systeem vooral gerealiseerd vanuit preventie? Kan natuurlijk ook een doelstelling zijn. Of kunnen we ook echt handhavend optreden met dit systeem? Lang vooral kort, ik krijg graag een antwoord op die vraag. Maar ondanks de vragen en de opmerkingen gaan wij voor het voorstel stemmen. Wel met de uitdrukkelijke kanttekening dat afdoende draagvlak zal moeten blijken uit de draagvlakmeting. Maar zo zit het voorstel ook in elkaar. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broer. Meneer Nijkamp.
Dank u wel, voorzitter. Met nog een vraag te stellen kunnen we het wat dat betreft ook af in één ronde. En die vraag die sluit wel aan bij het punt van de privacy die ook door de fractie van de PvdA is ingebracht. De wethouder heeft in de commissie aangegeven dat er een privacytoets is uitgevoerd. Ik neem aan dat dat de privacytoets is in het kader van de AVG. De verplichte toets die daarvoor nodig is. In het bijzonder als het gaat over cameratoezicht. Wij zouden graag die impactanalyse alsnog ontvangen. Dan verder, ten aanzien van de beantwoording van de technische vragen. Althans, ze werden afgedaan als technische vragen, maar het is wel een ondergrond voor een oordeel. In de commissie hebben we gezegd van werken aan veiligheid is goed en is een taak van ons allemaal. Goed om gezamenlijk als ondernemers een plan te maken voor videobewaking van het gebied. En prima dat hier de initiatiefnemers dit op zich genomen hebben om dit te realiseren. Er is in dit voorstel sprake van een soort dubbelbesluit. En als je misschien goed kijkt, wel een soort driedubbelbesluit. En dat maakt het ook wat lastig. Het gaat om de volgende drie vragen wat ons betreft. Wil je directe belastingen heffen voor dit doel en wil je dit nu? Een tweede vraag, is de draagvlakmeting voldoende? En de derde vraag, is de verordening goed en rechtvaardig? Allereerst de eerste vraag. Het beschermen van eigendom is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de eigenaar en de eigenaren. Er is echter door de initiatiefnemers geen enkele poging ondernomen om deze voorziening gezamenlijk te regelen. Dat had wat ons betreft wel gemoeten en het kan nog steeds. En we zien dit ook echt als een noodzakelijke stap. Kijk in dit verband ook eens naar Nieuw-Leuzen. Zij regelen het zelf, laat de ondernemer ondernemen. Een tweede punt daarbij is, invoeren van directe belastingen moeten we niet te lichtvaardig doen. En in het algemeen is geen gemeentelijk beleid omtrent de invoering van directe belastingen. En dat maakt dat hier sprake is van een precedentwerking. En we zien niet de gevolgen van dit precedent. Ten aanzien van de tweede vraag, draagvlakmeting. We vinden de mogelijkheid dat 1/3 van de 80 of 90 betrokkenen een belasting kan afdwingen voor de overige 2/3 niet voldoende. Dat moet substantieel hoger. Er zou in die zin ook eerder sprake kunnen zijn, niet zozeer van freeriders, maar van dwingelanden. Dat risico is aanwezig. Dan het derde punt. Dat gaat over of de verordening goed en rechtvaardig is. De verordening raakt kleine gebruikers onevenredig hard. De kleine gebruiker van een object van 40.000 euro, en die komen echt voor in dit gebied, betaalt 310 euro. En de gebruiker van een object van 4 miljoen, 1400 euro. En die verhouding in OZB is dus een factor 100. Dit terwijl de grote gebruiker waarschijnlijk aanzienlijke premievoordelen van de verzekering gaat genieten. Is dit rechtvaardig? Wij vinden de verordening niet rechtvaardig. Er zou minimaal een schijf bij moeten, misschien wel twee schijven bij. En misschien zou je de kleine gebruiker, misschien ter hoogte van zo'n 50 of 100.000 euro, moeten gaan vrijstellen. Kortom, drie vragen gesteld, drie keer komen we tot de conclusie dat het antwoord nee is. En dat betekent dat wij tegen dit voorstel zullen gaan stemmen. En we zijn wel benieuwd hoe andere partijen ook op deze onderwerpen, deze zienswijze, reageren. Dan wel hun mening over hebben. Dat zouden we graag vernemen. Dank u wel. Ja, nou, het staat hem vrij om daar iets over te zeggen. Meneer Nijkamp, u stelt zelf vragen, beantwoordt ze en komt vervolgens tot een conclusie. En die is duidelijk. En dat betekent, meneer Schuurman, dat u daar ook geen antwoord op zou kunnen geven. Behalve als u het niet eens bent met de analyse van de heer Nijkamp natuurlijk. Dat moet u ons laten weten. Meneer Schrijver, ik ga naar u toe, want ik weet eerlijk gezegd niet of u in de commissie in de gelegenheid bent geweest om hierop te reageren. Nee, in de commissie was ik niet aanwezig. Dus ik had sowieso al een stemverklaring voorbereid. En met name deze bedrijfsinvesteringszone gaat over beveiliging, camerabeveiliging. Dat is de hoofdaanleiding. De vraag over de privacy houdt ons ook bezig. Zeker nu er vandaag nog een heel artikel over in het Financieel Dagblad staat, dat algoritmen steeds meer beslissingen over dreigen te nemen en ook daarmee de democratie binnenkomen.
Dus hoe zit het met de bescherming van de data? Want er wordt een private partij ingeschakeld die voor de beveiliging de meldkamer beheert en vervolgens de politie waarschuwt. Hoe zit het met de uitzonderingen zoals het kringloopbedrijf nog eens en nog eens? Je moet als inbreker natuurlijk wel heel laag gezonken zijn om bij een kringloopbedrijf in te breken. Maar betaalt die straks ook mee aan deze beveiliging? En zijn er ook meer ondernemersverenigingen die in het kader van de precedentwerking hier wel gebruik van zouden willen maken? En dan denk ik aan winkelgebieden, ik denk aan bewegwijzering. Er zijn partijen die een bepaalde wens hebben met betrekking tot bewegwijzering en die dat binnen de regels die de gemeente nu hanteert niet kunnen realiseren. En misschien met zo'n bedrijf in investeringszone wel. Op zich staan we als fractie wel positief tegenover dit initiatief waarbij gemeenten en ondernemers samen optrekken. Dank u wel. Zijn er nog anderen die nog vragen hebben? Nou, misschien, voorzitter, als het mag, mag ik even reageren op de uitnodiging van de heer Nijkamp om te reageren. Ja, doe ze heel kort, want ik wil de heer Schuurman ook een keer een gelegenheid stellen. Ja, dat is goed. Ik zal het kort houden. Nou, ik denk dat ik in mijn bijdrage al wel helder ben geweest dat een deel van de argumentatie van de ChristenUnie ook de onze is. Alleen maken wij aan het einde net een andere afweging. En ik wil er nog wel één ding aan toevoegen. Wij hebben aangegeven dat wij de draagvlakmeting een hele belangrijke vinden. En ik moet wel zeggen, ik heb tot nu toe geen enkel signaal dat er in ieder geval meer of meerdere mensen hier heel erg tegen zijn. Dat is voor mij ook wel een reden geweest om te zeggen van nou, wij stemmen in. Kijk, als wij hier meerdere insprekers hadden gehad die hadden gezegd van ja, dit raakt ons. Dan is dat natuurlijk een motivatie om te kijken hoe dat zit. Dus dat is voor mij al een soort van draagvlakmeting. Maar ik ben het gelijk met u eens dat het afdwingen op deze manier, dat we daar heel zorgvuldig om mee moeten gaan. Maar wij hebben dit nadrukkelijk gezien als een verzoek vanaf het bedrijventerrein. Laat ik hem zo omschrijven. Dank u wel. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Er wordt een vraag gesteld over de privacy en de samenwerking met de politie. Het is een particulier bedrijf wat de beelden bekijkt. Dat voldoet als professioneel bedrijf aan alle regelgeving die er is. En zal met een overgang naar de nieuwe wetgeving AVG ook aan de nieuwe wetten moeten voldoen. Dus daarin zit een stuk zekerheid. De politie heeft het recht om de beelden op te vragen. Dus na die tijd. Zoals in al dit soort gevallen, dat zie je ook in andere kernen. Dus men kan dit opvragen en aan de hand daarvan kan men kijken hoe het werkt. En wat er te vinden is, en daar kan men gebruik van maken bij het verdere onderzoek. Voorzitter, u geeft aan dat ik mag reageren als ik het niet met de heer Nijkamp eens ben. Het verzoek wat er ligt is een initiatief vanuit het bedrijventerrein. En dit ligt voor. We hebben gekeken naar een differentiatie in de prijzen en elke verhouding is iets over te zeggen. Dus ja, overal valt wat voor te zeggen. En, dus een meer differentiatie, minder differentiatie. Maar dit is wat de ICD ons heeft neergelegd en waarvan we gezegd hebben van daarvoor willen wij de BIS wel aanvraag wel doen bij de Raad. Dus het gaat ook meer om het gezamenlijke vlak. En eens dat de ene meer bijdraagt dan de ander. Het zorgt ook voor een stuk veiligheid. D66 geeft nog aan of er uitzonderingen zijn. Die zijn er niet. Dus alle partijen dragen bij op basis van de WOZ-waarde. Andere gebieden geeft hij nog aan. Het verzoek komt vanuit ICD en nog niet vanuit andere gebieden. Dus als er vanuit een ander gebied een vraag zou komen, dan zullen we daar ook mee naar voren komen. Volgens mij heb ik de openstaande vragen beantwoord. Dank u wel. Okay, dank u wel. Uw belangrijkste redenering is eigenlijk, dit is een verzoek vanuit de ondernemerswereld. En het wordt vervolgens getoetst binnen de ondernemerswereld. En het is toegespitst op dit bedrijventerrein. En mocht een ander bedrijventerrein een dergelijk initiatief willen ontplooien, dan zult u dat merken. En zijn ze wat u betreft ook van harte welkom. Ja, Boeren? Ja? Ja, voorzitter. Nog even een aanvulling of eigenlijk een toelichting op mijn vraag. Want wat er eigenlijk achter onze vraag zat,
De vraag over de politie voor de helderheid. Was dat wij regelmatig van bedrijven, maar ook van particulieren. Ik heb zelf ook wel eens een aangifte gedaan van een inbraak. En helaas heb ik daar nooit weer wat van weer gehoord. Is de vraag die ook bij de bedrijven leeft. Wij gaan nu investeren in een groot systeem met elkaar. Is er straks ook de capaciteit? Gaat de politie in deze regio prioriteit geven aan opvolging van die meldingen? Is daar contact over geweest met de politie? Dat was eigenlijk de strekking van onze vraag. Met het gevaar dat ik nu allemaal portefeuille induik. De politie heeft een bepaalde prioritering en die houdt men aan. Dat wordt niet aangepast op basis van het toezicht wat er hier nu is. De politie zal hier de aandacht aan geven. En met meer bewijs is er meer kans om te komen tot resultaat. Oké, ik zag het hier aan Nijkamp ook nog non-verbaal, of heb ik het verkeerd gezien? Nou, ik zou nog wel willen reageren. Misschien dat ook CDA en gemeentebelangen nog op de uitnodiging kunnen ingaan. Maar allereerst nog even van, er zijn blijkbaar geen signalen van tegenstanders. Nou, die hebben ons wel bereikt. Wat wel een punt is dat denk ik met name de kleine gebruikers überhaupt niet weten dat het speelt. Ja, dan zouden ze dit uit de krant moeten vernemen. Maar dat is niet de manier waarop we dan denk ik met deze belanghebbenden om moeten gaan. Dus wat ons betreft wel degelijk signalen van mensen die überhaupt van het bestaan van dit initiatief niet afweten. Ook op het industrieterrein. Ten aanzien van de privacy, de wethouder geeft aan van nou, dat komt allemaal wel goed. Maar wat wij gevraagd hadden is de inmiddels uitgevoerde toets of we die kunnen krijgen. Want het gaat hier echt om een mix van wonen en werken. En ik denk dat dat in het kader van de privacy echt een punt is waar we alert op moeten zijn. Ons in ieder geval een belangrijk punt. Dus ik zou graag de toetsen willen zien of ontvangen als dat kan. Wethouder, is er een toets? Is die er al of komt die er op het moment dat het plan wordt geconcretiseerd? Hoe zit het? Elk punt waarbij je camera's ophangt in dit soort gebieden moet je toetsen aan privacywetgeving. Dus daar moet informatie over liggen. Ik weet niet of het gedeeld kan worden, dus daar wil ik een aanvraag doen. Dus ik neem aan dat wat er openbaar is, dat ik daar mee terug kan komen. Dat wil ik doen. Komt je schriftelijk op terug? Het andere punt wat we toch hebben is het gemak, misschien wel wat we proeven, de lichtvaardigheid waarmee deze directe belasting wordt ingevoerd. Er is geen enkel kader waarbinnen we dit nu wel of niet doen, behalve de BIS. Maar ja, dat zegt op zich niks, behalve dat het een rijksregel is. Maar wat willen we nou als Dalfsen? Want uit de vraag van de heer Schrijver van D66... maak ik op van dat er in no time allerlei andere initiatieven kunnen komen. Oftewel, op wat voor onderwerpen staan wij directe belastingen toe en welke onderwerpen niet? Ik vind dat wel een heikel punt, zeker daar waar wat ons betreft 1/3 de verplichting kan opleggen aan 2/3. We vinden dat een zeer discutabel redenering en besluitvorming zoals we daar nu, dit nu voor hebben liggen. Dank u wel, meneer Nijkamp. Maar dit punt maakt u nu voor de tweede keer. Dus ik beschouw het eerder als een statement dan als een vraag. Behalve als de heer Schuurman nu een toezegging gaat doen over een beleidsnota die binnenkort gaat komen of een kadernota. Maar als u dat niet doet, dan heeft u uw punt gemaakt. Heeft er iemand nog behoefte vanuit de raad om in te gaan op de uitnodiging van de heer Nijkamp? Want misschien is het goed. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben vanuit de gemeentebelangen gezien dat de wens komt uit de ICD. En ook de vorige keer hebben we al aangegeven dat we akkoord zijn en dat die mening verandert niet. Dank u wel, meneer Persink. Ik kijk nog even verder. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil nog even reageren ook op het punt dat de ChristenUnie maakt. En ik snap heel goed de ChristenUnie ingebrachte punten. Alleen, als ik het voorstel bekijk, en misschien kijken we daar heel anders naar dan u ernaar kijkt. Er staat niet in dat 1/3 kan bepalen wat er gaat gebeuren. Dat is niet zo. Want als ik het voorstel erbij pak, dan staat erin 50% moet een stem hebben uitgebracht. Minimaal 66% voor inwerkingtreding. Is en de WOZ-waarde van de voorstemmers moet groter zijn dan die van de tegenstemmers. Daar kom ik niet op 1/3 uit, hoe ik het ook ga berekenen. Ja, dat is misschien dan het nadeel van wiskundige achtergrond, maar volgens mij is 50% van 2/3 is 1/3. Dus, dat is, meneer Nijkamp, wel een hypothese met betrekking tot de uitkomst van de draagvlakmeting.
Want het zou ook zo kunnen zijn dat 100% van de mensen gaat stemmen en niet 50%. Dat klopt, dat klopt. Alleen wat we hier vaststellen is de verordening en de wijze waarop we de draagvlakmeting doen. Daar zit dus deze optie in en die kan ook nog wat gunstiger uitpakken, dat zal allemaal best. Maar uiteindelijk is dit wel een conclusie die je dan moet trekken. Dit kan. En dan ontstaat dus precies het punt wat wij maken. Ja, meneer Ruitenberg, CDA. Ja, voorzitter, ik wou ook nog even reageren op de heer Nijkamp. Het CDA was akkoord. Maar goed, naar aanleiding van uw vragen betreffende de kleine vierkante meters, zeg maar, die met name de Goldkampstraat. Ja, er zit inderdaad, er zit eigenlijk een vrij groot gat tussen mensen met 50 vierkante meter. Of ze betalen allemaal hetzelfde. Maar het hangt er natuurlijk ook een beetje af van de inhoud van de betreffende garagebox. Kijk, als je een kleine antiekhandelaar hebt die in zo'n kleine box zit. Of je hebt een grote bedrijvenhal waarvan de waarde veel minder is. Ja, dan kan die €310 voor zo'n kleine garagebox er gauw uit, denk ik. Meneer Ruitenberg, u zegt het gaat niet alleen maar om de vierkante meters, maar het gaat ook om de omzet of de waarde die het vertegenwoordigt in de handel, in het handelsverkeer. Oké, okay, dat is een toevoeging. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Ik constateer gewoon dat de opvattingen meneer Nijkamp zijn opgehaald en ze worden niet gedeeld. Ja, meneer Schuurman, liggen er nog vragen open die u zou moeten beantwoorden? Nee. Dan ga ik hem gewoon in stemming brengen, mag dat? Ik kijk even rond, want volgens mij hebben we de opinierende ronde ook gehad. Agenda punt 11. Bedrijfsinvesteringen zonder bedrijventrein de rondweg Dalfsen. Voorstel is kennis te nemen van het voorlopig reglement draagvlakmeten. Bedrijfsinvesteringszone bedrijventrein de rondweg Dalfsen 2. De verordening bedrijfsinvesteringszone bedrijventrein Dalfsen 2018 vast te stellen. En 3. Een investeringskrediet van 154.750 beschikbaar te stellen. De provinciale subsidie dient als dekking voor dit krediet hiervoor de begroting te wijzigen. Wie van u is daarvoor? En wie van u is daartegen? Daarvoor... Daartegen is de fractie van de ChristenUnie, daarvoor zijn alle overige fracties en daarmee is het voorstel aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 12, intrekken brandbeveiligingsverordening. Komt rechtstreeks in de raad. Wij zien het als een technische wijziging, omdat de grondslag voor deze verordening is vervallen. Vragen en opinie. Hier staat, ik lees nu echt voor wat hier staat. Hier staat vragen en opinies voor zover iemand daar behoefte aan heeft. Tekst van de Griffie. Maar het mag ook een twee rondes als u dat tekst. Wilt. Nee? Ja, nee, ik heb geen vragen. Nee? Mag hem gewoon in het stemmen brengen? Mag dat gelijk? Komt agenda punt 12. Intrekken brandbeveiligingsverordening. Het voorstel is de brandbeveiligingsverordening 2012 gemeente Dalfsen in te trekken. Wie gaat ermee akkoord? Doet u allemaal? Het algemene stemmen. Dank u wel. Ik ga naar agenda punt 13. Besluitenlijst. Graag allemaal in één keer als het mag besluitlijst van de vergadering van 26 en 27 maart. En 2018 en 29 maart 2018. Mag ik ze vaststellen? Ja? Dan heb ik dat gedaan. Ik ga naar de ingekomen stukken, lijst van de ingekomen stukken, lijst met mededelingen en lijst met vertrouwelijke mededelingen. En mocht u over de laatste iets willen vragen of zeggen, dan moet dat in de beslotenheid. Mevrouw Lasse. Ik wil graag een opmerking maken over een van de mededelingen, niet van de vertrouwelijke. Het gaat om het uitvoeringsplan Dalfsen Kerngezond, wat wij op het RIS zagen. En een prachtig plan. En ik wou de opmerking maken dat het heel mooi past bij een bespreking van het sociaal domein zoals wij vorige week hebben gehad. En dat is een oproep aan de wethouder om dit soort documenten mee te nemen in een integrale bespreking van het sociaal domein. Okay. Dank u wel. Dank u wel. Waardering voor het document en neem het mee. Dank u wel. Anderen nog? Is niet zo? Dan heb ik hiermee agenda punt 14 gehad. En dan ga ik naar agenda punt 15. En dat is de sluiting. En dit was de eerste reguliere vergadering van de nieuwe raad. Zeg maar het normale handwerk. U bent net pas begonnen. Dit gaat nog een hele tijd zo door. Maar dank u wel voor uw inbreng tot nu toe. Laten we het zo zeggen. Ik sluit de vergadering.